De private sector uit Suriname en Curaçao zijn deze week tijdens de Suriname Week 2023 in de Curaçaose hoofdstad Willemstad met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die de olie- en gaswinning in Suriname met zich meebrengt. Het belangrijkste doel van deze conferentie is om deze vooruitzichten te koppelen aan de mogelijkheden die Curaçao biedt, met name op het punt van hun eigen zoektocht naar nieuwe producten. Diverse sprekers deden gisteren op de eerste dag voorstellen over hoe tussen beide landen een brug te slaan in de samenwerking. Nu ligt het aan de partijen, zowel de private sector als de overheid, om met die ideeën aan de slag te gaan, zegt Stijn Jansen, mede-organisator van de Suriname Week 2023, aan onze redactie. En het is nou aan de private sector zelf, maar ook de overheid in Suriname, om te kijken wat ze daarmee gaan doen. En vergeet niet, de tijd dringt eigenlijk. Hè? Ja. Mevrouw Moentje zei net, commerciality valt einde van het jaar. Commerciality is eigenlijk het point of no return, dan gaan we. En dan moeten we alleen nog op de administratieve uitwerking wachten. Maar dan gaat er echt een dynamiek komen. Ja. Er gaat heel veel nodig zijn om dit een goede richting goed te kanaliseren. Ja. En ik denk ook dat je dat, dat is ook elke keer hier verteld, daarvoor moet je samenwerken. Samenwerken om te beginnen binnen Suriname. Echt, alsjeblieft, ga samen zitten en gaan de dingen samen aanpakken. Maar ook met de mensen om je heen. En ja, wij zijn dan Curaçao. Ja, we staan heel dicht bij elkaar. Dus ja. Dat is logisch om dat als eerste stap te doen. Maar ook andere partijen, de hele presentaties gingen daarover. Ja. Jansen benadrukt dat de mentaliteit om dingen alleen te doen echt moet veranderen. Want anders komen anderen het voor je doen. De voorstellen voor samenwerking en het bereiken van doelen was de rode draad door de verschillende presentaties. Mede-organisator Sam Kruiner zegt dat het de bedoeling is dat de deelnemers nu zullen nagaan hoe deze voorstellen te implementeren. Van onze kant uit kijken we uit naar hoe wij dit met onze partners hier dat verder kunnen uitwerken. Dus er komen volop activiteiten, hopelijk later dit jaar of volgend jaar, op weg naar die FID. En ja, het is dit initiatief is een private sector initiatief. Dus we werken met de partners hier en we proberen dus individueel of in een groepsverband het een en ander uit te werken. Om dus te komen tot bepaalde resultaten. Dus die uit dit project zullen voortvloeien en voor Suriname en zowel als voor Curaçao voordelen zullen opleveren. De Suriname Week, die een vervolg is op de Curaçao Week van november 2022 in Suriname, begon gisteren en duurt tot en met morgen 16 augustus. In onze nieuwsuitzendingen de komende dagen meer over deze conferentie.